Daar was bijna de mogelijkheid voor Ayoub. Maar bijna telt niet. En nu moet Lewin corrigeren. En is Idrissi op weg naar 0-1. Als hij dat goed doet. En dat doet hij. Geknoei dus achterin bij Utrecht. Lewin krijgt die bal niet lekker. Wil hem in één spelen. Afgejaagd door Hoessen. En dan is dat plotseling Idrissi. En die doet het heel erg knap. Kapt zijn man uit. In twee keer. En passeert dan Ruiter ook nog koelbloedig. 0-1. En dat valt Utrecht koud op het dak. Idrissi nu wel als een echte vleugelaanvaller. Dit is hem. Davidson, jongen, dat zou de goal van je leven kunnen worden. Maar de lat staat het in de weg. Zo'n heerlijke bal die lekker stuit. En dan vol uithalen. Pia Linse de lat. Ja, dat is goed hoor, die paas van Davidson op Idrissi. Die uit de rug kwam van Koch. Maar dan wordt het waarschijnlijk te moeilijk. Hoewel, Mahi die kan ook wel wat in de kleine ruimte. Schot geblokt door Strieder. Idrissi weer. Ja, dat zijn mannetjes die kunnen voetballen. Ja, Idrissi. Die kan voetballen. En die kan scoren. Zijn tweede. Hoe is het mogelijk dat Utrecht daar niet daadkrachtiger ingrijpt? Kijk eens, twee man tegen vijf verdedigers. Dat kan toch niet? Drie die lucht dekken, die niks doen. Kijk nou toch eens. Niemand zet een tackle in. Ja, en dan krijg je dit. Een beauty van de goal. Hoor, hoor, hoor het gemor en het gefluit. Ayoub. Haller. Sivkovic daar met zijn goaltje. Jawel. Een slordigheid bij Groningen achterin. En daar is de goal van Sivkovic. Hij vierde het ingetogen tegen zijn oude club. Daar ontsnapte Sivkovic, zet een goed blok. En nu wordt het misschien toch nog een wedstrijd. Ayoub en Barazit, dat zie je, dat zijn twee rasvoetballers. En Groningen moet het nu hebben van verdedigen en omschakelen. Zoals hier. Hoessen, geen buitenspel. Hoessen, dat moet je kunnen, dat moet je kunnen en dat kan hij. 1-3. Ja, dat is het risico. Utrecht had geen keuze. Het moet aanvallen. Het is geen buitenspel. Uitstekend het oog van de arbitrage van deze assistent die hier staat. En knap afgemaakt door Hoessen. Hij had twee opties. Een lopje op dit en hij koos voor dit. Moor, de nieuwe man, links dus. Hatenboer. Ja, die is snel met de ballen. Wie pakt er nou aan? Niemand. En dus schiet Hatenboer. Jongen, jongen, jongen. Wat zijn die aan het doen achterin bij Utrecht? Ja, verwijtende blikken naar elkaar. Idrissi. Goed balletje op Van Weert, hoor. Van Weert en Robin Ruiter en Van Weert nog eens. En daar is zijn eerste goal voor FC Groningen. Tom van Weert, koud in de ploeg en hij scoort. Het is 1-4, het is gedaan. Ja, en dan komen de witte zakdoekjes en is het rot op. En gaan de fans van FC Utrecht naar huis. Hier is het crisis, hoor. Kijk, hier wordt ook weer slecht verdedigd. Er wordt gewoon niet gekocht, die staat daarbij. En die doet niks. Hoe is het mogelijk? Ja, 5 thuisduels op rij verliezen, dat is nog nooit eerder gebeurd in de historie van FC Utrecht. En dat gaat vanavond gebeuren. En dat is een zeer negatief record. Idrissi, Hatenboer. Boom! 1-5, Danny Hoessen en wat een mooie. En weer staan drie verdedigers te kijken. Alsof ze aan het klaverjassen zijn en niet aan het voetballen. Ze doen niks. En wat zijn zij blij na de 0-5 oorwassing thuis tegen Feyenoord is het nu 1-5 Utrecht Groningen 1-5. Ja, je gelooft het niet. Hij gelooft het ook niet, maar het is echt waar. En het is crisis in Utrecht. Echt.
crisis.